Een hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbommel. Daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. Het is vandaag vrijdag, de 23 augustus, 16:52. En het is 20 graden, geeft hij aan. Ja, die geeft ook 20 graden aan. En mijn telefoon geeft ook 20, nee, die geeft 19 aan. Oké. Nou ja, het zonnetje schijnt, de lucht is blauw, wat wil je nou nog meer? Nou, niet zoals ik eruit zie, nee. Ik ben lang niet in orde, ik weet waar het op komt. Ja, de 28ste is in het verschiet, dus ja. Dan weten we het wel weer. Dan is mijn jongste dochter jarig, Katja. Ja, en aangezien dat ik die vanaf 2017 niet meer heb gezien. En dat is niet omdat zij dat wil, nee. Ze wordt gedwongen om niet te willen. Ja, kind heeft zelf geen keuze. Die mag zelf geen keuze maken. Ze kan geen keuze maken. Ik weet het niet hoe dat zit. Maar ze is wel volwassen. Maar ze kan niet voor haarzelf beslissen daar zij autistisch is, in de vorm van PDD-NOS, en een achterstand heeft. Kan zij niks aan doen. Nee, dat zit in de genen. Ik heb een achterstand, dat weten jullie allemaal, daar ben ik eerlijk over. Al mijn kinderen hebben een achterstand. Maar ook haar halfzusjes van vaders kant, die hebben een achterstand. En ook eentje, ook heel erg, die zit ook in het huis. Zij zit ook in het huis. Enkel dat gedeelte waar zij in zat, waar we van wisten dat ze er zat, dat was op een gegeven moment leeg. Dus ze hebben intern een verhuizing gehad en het meisje wordt gewoon erin tegengehouden om haar moeder te willen en te mogen en te kunnen zien. Ze weet waar ik woon, dus ja. Maar in ieder geval, ja, zij heet Anatevka, helaas met een F. Het had met een V gemoeten, van Victorie. Anatevka, want het is, ze is vernoemd naar die musical van Lex Goudsmit. En Katinka, naar dat liedje van Kleine Kotette, Katinka, ja. Dus daar is ze naar vernoemd. En de roepnaam is Katja. Ik heb een hekel aan afkortingen, dus het is geen kat. Nee, het is Katja. En de achternaam is Hoekstra en ze moet in Eden wonen. Ja, in het huis van Cerelo. Het Cerelo. Ze zat in een pleeggezin, maar die pleegmoeder die heeft nog steeds wel contact met haar. Tenminste, het was eerst een pleegzus, later pleegmoeder. Dat zit ook heel raar in elkaar. Dat zit zo. Ja. Moeilijk uit te leggen allemaal. Althans, het valt wel uit te leggen, maar dan dat duurt heel erg lang. Ja. En ik moet de meisjes nog uitlaten weer. Ja, ook dat nog. Hè, meisjes? Ja. Dus, maar in ieder geval, ik hoop dat ze weer boven water komt en dat er iemand is die haar kent, omdat die ook in Ede woont en haar wel iets ziet. Een meisje of een jongen die haar kent, of wat dan ook, of gewoon volwassene mensen die haar kent. Ik wacht op haar, de deur die blijft voor haar open, want ik weet dat het niet haar schuld is, ik weet dat het... Door de schuld is van haar pleegmoeder, die haar geld ook beheert.
Want ja, stilletjes rijk worden over een andermans kind, dat is mooi meegenomen, hè? Ja, ik weet hoe dat gaat in de bij de kinderbescherming en alles. En met die pleegouders. Ze houden elkaar de hand boven het hoofd. Terwijl er genoeg gebeurt daar, hoor. Hè? Je seks met een kind. Ja. Vertel mij wat, hè? Ja. En of je eigen kinderen gaan voor op andermans kinderen, hè? Ja. Ik weet het, ja. Tessa Schippers is haar pleegmoeder. En ze is diëtiste. Dus eigen bedrijf. En haar man, die werkt in het ziekenhuis, die is arts. Ja, dus... Ik had haar man heb ik nog nooit gezien, hoor. Van Tessa Schippers. Nee, die heb ik nog nooit gezien. Die is nooit in beeld geweest. Wat wel behoort, hè, want je bent pleegvader. Ja. Maar ja, mijn meisje die zit nou dus in het huis van het Cerelo. Waar in Ede, weet ik niet, want ze zijn intern verhuisd. Die huisjes stonden zomaar in Ede, pardoes leeg. Dus ja, degene die haar kennen. Ja. Met een verjaardag pak ik haar foto erbij. Dus ja, dat is 28 augustus, dan is ze jarig. Ja, want ze is van, we zien hoor, augustus. Ja, ik moet helemaal rekenen, ik heb ook barstende hoofdpijn hoor. Ja. Ze is van 28 augustus 1998. Dus reken maar uit hoe jong ze wordt of oud ze wordt. Ik heb een hekel aan het woordje oud, want de duvel is nog niet oud. Nee, die is nog jonger dan dat ik ben. Ja. Maar met haar verjaardag pak ik sowieso de foto van Katja er weer bij. Want dan wordt ze dus jarig. Is ze jarig dan. Maar nu ga ik met mijn meisjes lopen, want daar zit er eentje die zit te piepen op de bank. Hè? Ja, en daar ligt er een. Dus ik ga lekker even met mijn meisjes lopen. Misschien doet dat mij ook goed. Ik heb mijn haar trouwens helemaal gewassen, want het was zo stijf en zo vies en zo vet en zo... Ja, ik denk wassen die handel. Dus dat hebben we gedaan, dus het zit nog voor geen meter. Maar dat komt ook allemaal wel weer goed. Ja, en ja, Mary gaat een helder verlaten, die gaat hier weg, ook dat nog. Ja, die gaat hier weg, die heeft een huisje ergens anders. En waar, ja, dat ga ik niet vertellen, want dat is privé. Vanwege iemand anders die haar lastig valt. Ja, en dat is Bob de Bouwer, laat maar zeggen. Ja, Bob de Bouwer. Daar houden we het op. Leuke naam, het is inkeld geen bouwer, nee. Maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet van alles en geniet een beetje mee. Tot later. Doei doei. Nou ja, jullie zien het. Ze hebben weer een heerlijke grote kruis in de lucht gezet. Dus ja. Wat daar de bedoeling van is met die chemtrails, een kruis. Ik weet niet, maar zullen we weer vierkantjes krijgen? Ik weet het niet. Nee, ik weet het niet. Maar er zijn er weer een paar aan dat trekken hier. En die vervelend zijn en niet luisteren, dat zijn die twee. Ja. Als ik thuis ben, dan zal ik eens proberen in te zoomen. Kijken wat ik dan zie. Maar dat doen we thuis. Ja, lieve vrienden, de tijd is weer aangebroken om met de meisjes te gaan lopen en daarna naar bed. Ja, het is 17 minuten over 1 en ik hou het voor gezien. Dus ik wens jullie allemaal een welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard ook allemaal gezond uit jullie bed zien te komen. En jullie weten het, God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik gewoon weer, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.